het Groningse stadje Appingedam is deze dag een feest gevierd. Men herdacht er het feit dat 40 jaar geleden de heer Brons er zijn motorenfabriek stichtte. Dezelfde heer Brons, die men thans op 82-jarige leeftijd nog altijd achter zijn tekentafel of in de fabriek kan aantreffen, zijn beste krachten gevend aan een bedrijf dat in de loop der jaren is uitgegroeid van een kleine werkplaats tot een grote industrie waarin ruim 300 arbeiders een bestaan vinden. De hier vervaardigde motoren, bekend als Bronsmotoren, hebben vooral in de wereld van de kust en binnenvaart een buitengewoon goede naam. Op de jubileumdag heeft men de heer Brons op hartelijke wijze gehuldigd. Het personeel bood hem, heel toepasselijk, een bronzen plaquette aan, terwijl Appingedams burgemeester hem mededeling deed van zijn benoeming tot officier in de Orde van Oranje-Nassau. In het Victoria Hotel